Yo, what up? Het is je boy Demo. En je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles. The Judgment. Zoals je hoort gaat Aiki altijd veel te vroeg naar huis. Ik ben hier wel nog steeds samen met de juryleden. Hier aan mijn linkerkant zie je Adi Montenegro en El Diep, onze gastjurylid voor dit event. Hier aan de rechterkant van mij heb je Kimo en Excellent. En de battle waar we het op dit moment over gaan hebben is de battle van Frans tegen Jera en K. Ik begin dit keer bij Kimo. Wat vond jij van Frans, Jera en K? Frans bijvoorbeeld al heel lang in de league. Zie je dat ook gelijk in deze battle? Ik vond het een klein beetje een matige battle, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik vind Frans zeer likable op jij. En ik weet ook dat het jouw jongere broertje is, maar het was niet heel dik, vond ik. Hij had wel een Sansa line, die was wel oké. Game of Thrones, sowieso leuk. Zij vroeger deed ik rode kaartbattles, nu doe ik rode paardbattles. En dan is de tegenstander een rood paard. Hij zat er wel lekker in qua energie. Mm-hmm. En ik vond het ook grappig om te zien dat Jeeves in de back stond en die stond zo mee te schudden. Ze hebben eigenlijk van rol gezien. Ja, en dat vind ik wel nice. Ze supporten elkaar, dat is nice. Dat is eigenlijk alles wat ik over Frans te melden heb. Jera en K. Hij had invalshoeken. Hij koos invalshoeken, een soort schemes of zo. Maar hij miste daarin punches. Dus dat is denk ik, we hebben eerder met eerdere battle van dit evenement dat ook al besproken. Dat je allemaal dingen aan elkaar krijgt, maar dat het ergens naartoe moet leiden. En bij hem leidde dat niet ergens naartoe. Dus heel veel toffe zinnen die eigenlijk losstaande zinnen waren, maar geen. Ja, geen wat ik dan wel grappig vond. Hij gaf een beetje history les over hip-hop in Speakery. Dat was volgens mij weer precies andersom eigenlijk. Ja. Frans deed dat, sorry, ik had aan de verkeerde kant op geschreven. Frans gaf een soort history les over hip-hop in Speakery. En hij noemde een aantal mensen die daar een ding hebben gedaan. En hij zei van, jij komt gewoon die hele, wat zij hebben neergezet, kapot maken. Jij bent een beetje als die guy die op het strand rondloopt en andere kinderen hun zandkastelen komt kapot schoppen. Dat vond ik wel een mooie woordspraak. Maar daarmee ook alles van mij gezegd. Ik vond het over het algemeen toch wel een matige deel. Matig. Adi, vond je het ook een matige battle? Ja, ik vind het heel slecht gesteld met de battle als de doopste lijn die opviel. Ik battle niet een rode kaart, maar een rode paard is. Als dat de doopste lijn van de battle is, dan zegt het meer over de battle dan over de lijn, met alle respect. Ik vind Frans, die is toen ik hier wegging, liet ik Frans achter met een rode kaart battle. En nu ben ik weer terug en zie ik Frans weer in een soort van rode kaart battle. En weet je, Frans die heeft een heerlijke, snap je, auditie battle, maar Gozer heeft een heerlijke delivery, maar ik had verwacht van, oké, we zijn nu een paar jaar verder, wat gaat deze man brengen? Je verwacht er meer groei. Snap je? En ik zit hier en ik zie eigenlijk gewoon precies dezelfde Frans als 4-5 jaar geleden. En dat is best wel jammer. Iets meer confidence misschien wel. Ja, maar ja, daar heb je heel weinig aan. Je moet niet te veel ook willen, weet je. Het moet wel een bepaalde natuurlijke straal hebben. En de lines van Frans moeten zwaar vooruit, sorry man. Jera moet en aan zijn spraak en aan zijn delivery werken. Aan zijn spraak? Aan zijn spraak, ja. Dus af en toe was hij een beetje onduidelijk. Dat is een rappers dingetje. Dat zie ik vaker bij rappers. Mambo een beetje, weet ik veel wat. Je weet toch? Ouwe. Ja, daarom hou ik van Nederlandse gasten. Die zeggen gewoon heel simpel, vooral wanneer ze lekker bekakt praten, top. Blijf je ding doen, je hoeft niet hiphop te doen. Blijf lekker jezelf, als we je maar verstaan. En als je er maar staat, je weet toch, je hoeft niet per se. En ik wil nog één dingetje zeggen. En eigenlijk vriendelijk verzoeken aan elke punch-out MC. We hadden het net over schemes. Er is nog een dingetje waar ik me aan over irriteer en dat is de fucking slow it downs, ouwe. Let's go. Hou eens op ook met die fucking slow it downs. We hebben hier de eerste keer verstaan. De tweede keer, als het niks toevoegt, laat het lekker aan Cassidy over. Ja, dat is Jera dat van, ja. Als het niks toevoegt, ja, Jera. Als het allemaal een gebaar was, dan herhaal je alleen nog een keer hoe matig het is. Snap je? Weet je wanneer een slow it down vet is? Als je zegt van, ik heb je moeder gedist en dan sloot je down. Ja, iemand heeft dat gedaan een keer. Ja? Gruwelijk, diegene. Waldo volgens mij zo mee. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, ik heb het niet gezien. Ik vind jou gruwelijk. Oké, slow it down, niet meer doen dus.
Zeker. Alleen als tenzij je astronomisch kolossiek in, dat je dezelfde zin herhaalt met een totaal andere betekenis op een hoger level dan... Ik vind bijvoorbeeld dat Enceno, ik heb een paar keer hij heeft dat gekild. Enceno is Enceno, kom op. Dat is een andere level. Dat is een andere level praten over. Maar ik wil weten in hoeverre het wel of niet mag. Als je het super dom kan doen, doe je ding. Snap je? Oké, duidelijk. X. Hun zeggen dan allemaal eigenlijk van ja, Frans is er al heel lang en... Frans is sowieso heel lang. Het is, ja, jij bent er ook al sinds het begin. Ja, in dit seizoen is hij gegroeid. In dit seizoen. Maar op een grotere schaal, wat Adi bedoelt, begrijp ik Adi ook wel weer. Als je vanaf seizoen 1 gaat meten tot nu, is de groei niet zo super groot. Als je naar Dani kijkt, sinds die beatdown die hij van LDiep kreeg. Nou wat, ja, LDiep heeft hem gesmoked. Maar als je vanaf dat moment kijkt naar nu, is Dani naar Super 27 gegaan of zo, man. Vanaf toen naar nu is Dani echt... Hey, toch, zo kan je nog een paar noemen. En dat mist Frans. En ja, als je in diezelfde tijdsbestek kijkt naar Franse groei, is dat weer een klein, hey, toch. Dus ik snap Adi wel, maar als je dan kijkt naar de try-out die hij niet haalde hier, tot aan de try-out die hij weer wel haalde, heeft hij weer wel verbetering getoond, snap je? Maar als je dan kijkt naar die groei, heeft hij volgens jou genoeg groei gedaan om nu in dit seizoen mee te gaan kunnen draaien? Meten, ja. Hij heeft genoeg om een kans te krijgen. Als hij blijft verder groeien. Hij heeft goede mensen in zijn hoek staan. Hij heeft Jeeves achter hem. En Jeeves kan hem heus wel aansturen. Jeeves kan hem wel aansturen. Hij is een cultheld geworden, heb ik gemerkt. Het is, toen hij opkwam was het gewoon Francie. Ja. Ik vind dat gruwelijk, weet je. Ja. Alleen als je zoveel mensen achter je hebt, doe er wat mee. Maar hij moet het wel opstemmen. Het moet niet overhyped worden. Hij kan niet bij neerzetten van oké, dit is wat ik doe, dit is wat ik kan. Oh, ik heb een kans gekregen, oké, maar dit ga ik het doen. Hij moet wel gaas blijven geven, man. Hij is een beetje de mascotte van PLB of zo, een soort van. En die was goed. Weet je, ik heb in het verleden ook wel gezien dat hij nog een beetje onzeker was. Ja. En de confidence was er meer. Maar hij moet gewoon echt aan zijn pen game werken. En hij rolt altijd met Jeeves. Het kan nog een leveltje en die hoger, brengt man. Altijd A-game. Dus ja, ik zou zeggen, het kan nog een leveltje ga hoger. Ik samen met Jeeves schrijven en werk samen. En dan leer daarvan. Je hebt een goede manier. Je hebt een goede mentor. Dus je moet wel pen game kan wat hoger. En als we dan even kijken naar zeg maar dan de delivery. Is wat ook ja, delivery heeft hij wel. Hij heeft wel sowieso delivery. Het tering harde delivery zelfs, Frans. Zo harde delivery. Frans heeft een kop. Frans heeft een kop waarbij als jij kijkt naar zijn kop, wil jij al lachen. Gebruik dat. Ja, maar dat is zo. Frans heeft die kop. Gewoon als je kijkt naar zijn kop, ga je al stuk. En dat is positief. Je heet toch? Maar gebruik dat. Ja, gebruik dat. Aldeep, jouw two sets. Ik ben het met Arie eens in de sens dat hij... wel had wat meer ontwikkeling had kunnen meemaken vergeleken bij zijn eerste rode kaart battle. Wat we net zeggen, die delivery, die is wel beter geworden. Want die was wel wat zwakker in het begin. Ja. Dus op dat level is hij goed. Over Jeddah, te zachte delivery, ik hoorde hem niet goed. Dat was inderdaad, dat bedoelde hij ook misschien met die spraak, dat ik hoorde hem niet goed en het was soms zacht. Heb je het gevoel dat hij onzeker was of zo? Onwennig. Hij was heel onwennig en hij was een beetje oncomfortabel in de ring. En Frans, ik wil toch wat meer potentie en meer ontwikkeling zien. En precies, als je iemand achter je hebt die een zwaargewicht is, altijd wel goed delivered, Jeeves, dan zou dat beter moeten, denk ik. En anders blijf je op... Maar kan het niet zijn dat hij misschien zoiets heeft van, weet je, ik wil mijn eigen man zijn, mijn eigen persoon en ik wil niet leunen op Jeeves of zo? Ja, maar misschien kan Jeeves hem ook sturing geven of eerlijk zijn of zeggen van... Van een mental rol. Ja. Feedback. Als je maar niet de bar schrijft. De bar is nooit... Nee, natuurlijk dat doet niemand hier toch maar. Nou, MC's doen dat toch niet. Maar Jeeves kan er wel naar kijken en gewoon wel zeggen van, joh, deze input is goed gekozen. Maar ik mis nog een beetje die punch. Of weet je wel, iets. Maar kan je zo'n ding van tevoren, zeg maar, want ik denk dat op het moment dat je zeg maar, in zo'n ring live aan het battelen bent, dat je het toch anders brengt en anders doet. Het is altijd anders. Is dat zeg maar, te beoordelen als je zeg maar, als ik zeg maar, jou mijn bars laat horen, kan je dan beoordelen of dat goed is? Als je mij mijn bars laat horen, kan ik dat sowieso beoordelen. Ja. Maar ik geef ook workshops. dat is weet je, boek iets trouwens. We zijn al heel lang in de game. Ja. Nee, maar je snapt wat ik daarmee bedoel, toch? Dus of zeg maar gewoon random je bars tonen aan iemand of je daarmee genoeg feedback kan krijgen, want op het moment dat je in zo'n ring staat is het gewoon een hele andere natuurlijk is dat een ander aspect en een bokser die in de ring staat met een sold-out arena
Daar sta je er net anders in dan wanneer je aan het sparren bent. Maar je spart toch om gewoon klaar te zijn voor matchday. Dus ja. Trouwens, geen McGregor Mayweather lines. Daar ben ik wel blij mee. Wel? Ik heb er eentje ergens. Ik heb er één verdwaald. Ja, er is van een deze zelfs bij. Dacht ik. Ik was wel positief. Ja, dat was één line. McGregor is totaal geen champ. He lost. Hij is de dubbele champ. TKO. Hey, hou eens even op, man. Laten we niet hier over praten. Wat een kutmatch was dat, man. He made like 60 million plus. Ja. Of one match that he shouldn't even have got. Nee, ik vond het wel een beetje. Nu we het toch over bedragen hebben, kan je gelijk door naar jouw cijfers. Jij bent met de bruggetjes, hoor. Build me a bridge. Jera, een 5,5. Okay. Weet je wel, het kan beter. Ik miste de punches. En Frans krijgt van mij wel een voldoende, een 6. Maar ja, zijn de staat had ik eigenlijk al verwacht dat we minimaal naar 6,5 of 7 zouden gaan. En dat heb ik niet gezien. Dus hij stond er, die energie was goed. Maar werk aan de pair game. Wees de Padawan. Ga met je Jedi dan wel Sith Lord om de en tafel zitten. Kimo voor de workshop. Of Book the Boy. Ja, toch? Maar doe iets. En weet je, ik mag die gozer, weet je wel. Het is gewoon een topgozer. En ik wil hem graag terugzien in betere staat. Okay. Ja. Jouw cijfers voor Frans tegen Jera. Is een 5 voor Jera. En voor Frans een 6. En toch zou ik wat meer ontwikkeling willen zien. Het is net zo, weet je, je begint op een bepaalde leeftijd bij punch out. Net als in het leven. Je bent nooit dezelfde chap op je 26e, of je 19e, of op je 20e. Je ontwikkelt jezelf met alles wat je doet. Werk, school. Het is een beetje niet iedereen gewoon. Ja, maar dat is wel. Je zelfontplooiing is een doel van je leven. Dus hey. Zeg maar even. In dat zijn de wijze woorden. Zelfontplooiing. Ik wil bijna zo'n ding voor mijn wc maken. Zo. Ja, maar een soort van. Ik wil het juist zien bij. Want ik denk dat hij het wel heeft, maar dat hij het nog niet heeft getoond. Maar ik denk wel dat hij het heeft. Dus daarom ook die 6 van Francie. Het is een stimulerende 6. Ja, zeker. Adi, jouw cijfers voor deze dag. Ja, ik weet niet hoe lang wij nog gaan op zoek gaan naar potentie bij dezelfde persoon, met alle respect. Nee, ik vind Frans een hele toffe gozer. Ja, je mag gewoon eerlijk zijn. Ik geef Frans geen. Nee, maar ik zeg je eerlijk, Frans. Doe er wat mee, man. Die lines die moeten gewoon vooruit. Je delivery is vooruit gaan, maar de lines moeten nog vooruit, weet je. En je bent al grappig van jezelf. Doe wat meer met die humor. Want ik heb Frans heb ik een 6 gegeven. En Jera een 5,5. Hij zat er ook dit keer zat hij bij mij te kijken. Ik dacht, wat LG voor mij kan doen, ken ik ook bij Timon. Dus ik zag hem zo kijken. Ik weet niet zeker of het laat mij zoals die laatste zat. Ik keek precies tegenover je. Ik dacht dat je hem 9 gaf. Oké. Shit. Nog één cijfer? Jera 5,7. Frans 6. 5,7. Wat zijn die twee? Dat is precies gedecimaliseerd. Ik kom zo terug met de gemiddelde cijfers voor jou. De cijfers zijn bekend en ik heb ze voor jou. De gemiddelde cijfer van Jera NK is geworden een 5,4. En Frans is geëindigd op een ronde 6. Aldus Kimo. Natuurlijk zijn dit niet de enige cijfers die bepalen wie er wint. Ook jij kan stemmen op deze battle. Dat kan via www.punchoutbattles.nl. Daar kan je ook uiteindelijk gaan zien wie deze battle heeft gewonnen. Ik wil heel graag bedanken mijn beste juryleden van het land. Hier aan de rechterkant Kimo en Accident. En aan mijn linkerkant hebben we Adi Montenegro en LD. Hey, maar je zegt beste jury van het land en dat zeg je wel twee keer en Bolletim is niet. Dat weet ik. Dat is je boy. Ik ben een beetje fire, man. Zo. Free Tim, man. Kom op, man. En je bent een baas. Mijn naam is Demo. Dit is Punch Out Battles, The Judgment. Bam.